10 seconden en dan gaat de 52e Grand Prix van Nederland van start met traditiegetrouw de 50 kubieke centimeter klasse. Rechts de snelste tijd Stefan Dorflinger. Daarnaast Lazzarini, hij was er vorig jaar niet bij. Formule wereldkampioen en Hans Roemel. En als eerste is weg de man met nummer 9 Claudio Lussuardi, een veteraan. Hij heeft tot nu toe in dit Grand Prix seizoen 2 tweede plaatsen behaald. Het is de derde van een totaal van 6 races en de heren zijn nu op weg naar de Bedeldijk. Met voorop de man met nummer 9, Lussuardi. Het is Stefan Dörflinger die de leiding genomen heeft. Zoals hij dat ook vorig jaar deed. Dörflinger, terwijl u hier kijkt naar de man met nummer 30, Hubert Genot, een Zwitser. Voor hem is het dus ook afgelopen. Maar op kop is het Stefan Dörflinger, de man die hier vorig jaar zo verschrikkelijk hard afstapte. Dat betekende dat hij zijn wereldtitel daar eigenlijk kwijtraakte, hier in Assen. Tormo kon toen wegrijden. Tormo die nu eigenlijk niet in staat geacht moet worden, als Dörflinger geen fouten maakt, om bij hem in de buurt te blijven. Daar komt hij aan, de laatste bocht, de Geert Timmerbocht. En dan op weg naar startfinish. Het is Stefan Dörflinger, ruim op kop. En daarachter inderdaad Eugenio Lazzarini. Een meter of 100 achterstand. En dan valt er een heel groot gat. En dan met nummer 4 Hans Roemel. En ook Theo Timmer zit daar op een 5e plaats. Dat is knap van Timmer, die dit keer niet op de eerste startrij stond. Zoals vorig jaar samen met Henk van Kessel. Hij ligt nu op een 5e plaats. Op de 4e plaats de man met nummer 23, Reiner Scheidauer. En hier dan Eugenio Lazzarini, de man die er vorig jaar niet bij was. Zijn Carelli was toen niet snel genoeg, niet goed om hier te kunnen starten. Dit jaar is dat wel het geval. En Lazzarini rijdt dus ook op een 2e plek. Daar heeft u de volgorde. Dörflinger op kop, daarna Lazzarini, Hans Roemel, Riccardo Tormo, Timmer op een knappe 5e plaats, Scheidauer, Koens en Ascarecci. Hans Roemel, een man voor een stuurcircuit. En dat is hier ook heel duidelijk te zien. Jos Looijenstein, de man die de snelste trainingstijd neerzette. Ik zei u dat, hij lag op een 6e plaats. Viel terug naar een 12e plaats en staat nu met pech aan de kant. Stefan Dörflinger loopt steeds verder weg in het, op het prachtige Assense circuit. Ruim omzoomd met zeker zo'n 120.000 toeschouwers. Op een circuit waar in het verleden, juist in deze klasse, ook door Nederlanders de nodige triomfen gevierd zijn. Jan de Vries, tweemaal wereldkampioen, en Henk van Kessel. Zij waren de mensen die vroeger hier furoren maakten. Maar voorlopig zit er voor de Nederlanders geen ereplaats in. Of het moet zijn de 6e plaats waarop op het ogenblik Theo Timmer rijdt. Günther Leitner uit Oostenrijk, ook hij heeft pech. Daar komt Dörflinger, zo'n 130 km per uur maakt hij gemiddeld. En de achterstand voor Lazzarini is opgelopen tot 7 seconden. Hij verliest niet veel, maar toch steeds nog een klein beetje. En Tormo kruipt duidelijk niet dichterbij. Het verschil is nu al 8 seconden. Nu pas komt Tormo langs met een achterstand van 13 seconden op Lazzarini. Nog even deze kniebocht. En dan is het gebeurd. Dörflinger gaat als eerste afgevlacht worden. De hand gaat omhoog. Vreugde, want vorig jaar liep het hier zo slecht voor hem af. Toen viel hij. Nu is dat niet het geval. Daar heeft u de totaalstand. Dörflinger als eerste op 7,81. Eugenio Lazzarini. Dan Riccardo Tormo op 27 seconden. Het verschil was dus ruim 10, 20 seconden. Dan Ascareggi, Hans Roemel, Lussuardi,
Timmer en Scheidauer. En die zitten allemaal op meer dan een minuut afstand van de gemakkelijke winnaar Stefan Dörflinger.